Goedemiddag, mijn naam is Jozef Aar. Vandaag gaan we getallen afronden, namelijk getallen afronden tot eindcijfer na de komma. We gaan doen met getal pi, 3,14159264 enzovoort. Eén cijfer na de komma betekent, we kijken naar eerste cijfer na de komma is een 1, naar de 1 komt een 4, 4 is kleiner dan 5, begon 3,1. Tweede cijfer, de 14, de 4, naar de 4 komt de 1, hebben we dus 3,1,4 gewoon. Nu bij de derde cijfer heb je de 1, 141. Naar de 1 komt de 5, 59 is groter dan 50, dat betekent dat de 1 een 2 wordt. Dan krijg je dus 3,142. Gewoon cijfer, vierde cijfer, dus tot 15. Naar de 5 komt de 9, 9 betekent groter dan 5, dat betekent dat de 5 een 6 wordt. En dan krijg je dus 3,1416. Ja. Naar de 5 komt er 9. Naar de 9 komt er een 2. Er is geen aanpassing. Dus kleiner dan 5. Krijg je dus 3,14159. Na de 9 heb je de 2. Na de 2 komt de 6. De 6 is groter dan 5. Dus 2 wordt 3. Ja? Dus na de 2 komt de 6. De 6 is groter dan 5. Krijg je dus 3,14159,3. Waarom? De 6 is groter dan 5. Na de 6 komt de 5. Je merkt, na de 5 komt de 4. Een 4 is kleiner dan 5, dus wordt gewoon staan. Dus 1, 3, 5, 9, 3, 7. Ah, sorry. Dus na de 2 komt de 6. Na de 6 komt 54. Om de 54 komt, wordt gewoon de 6 de 7. Ja? Bij de laatste heb je gewoon 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Dat zijn dus de afrondende getallen, de afrond van 1 cijfer tot 8 cijfer naar een komma. Oké, dus onthoud dat je als je groter dan 50 hebt, moet je getal optellen. Denk over de aandacht de volgende keer.